Tuinders in Zuid-Holland dreigen miljoenen schade te lijden door de brand in Moerdijk. Spruitjes, boerenkool en andere groenten kunnen niet worden geoogst omdat er mogelijk roetdeeltjes in zitten. Deze roetdeeltjes zijn afkomstig uit de rookwolk die over de provincie trok. Tuinders in onder meer de Zuidplas kunnen hun spruitjes alleen tegen een lagere prijs of helemaal niet meer verkopen. De wethouders in Alphen aan de Rijn hebben eind december het vertrouwen opgezegd in burgemeester Wim de Gelder omdat de samenwerking binnen het college stroef verliep. Dat zei wethouder de Chatignier donderdagavond tijdens een debat over de bestuurscrisis in Alphen. Vorige maand besloot de Gelder zijn functie neer te leggen omdat twee wethouders gesjoemeld zouden hebben bij de toewijzing van anti-kraakwoningen. Bij een steekpartij in een snackbar op de hoek van de Noorderbeek-Dwarsstraat in Den Haag is donderdagmiddag een gewonde gevallen. Rond 5 uur ontstond er ruzie en werd het slachtoffer in zijn been gestoken. De politie heeft een 33-jarige man aangehouden en is een buurtonderzoek gestart. De politie heeft een 30-jarige Hagenaar aangehouden voor een gewapende overval op een café in de Haagse wijk Transvaal. Donderdagavond kwamen 3 mannen het café aan de Engelenburgstraat binnen en bedreigden een bezoeker met een vuurwapen. In het café probeerden de bezoekers een van de overvallers te overmeesteren en raakte daarbij gewond. De 2 andere verdachten zijn gevlucht.